de serie Conversation Piece is opgezet als een dialoog tussen hedendaagse levende kunstenaars en de collectie Oude Kunst van het Frans Hals Museum. Lineke Dijkstra is een van Nederlands meest uitzonderlijke kunstenaars van dit moment. Zij is fotografe en haar werk is misschien het meest bekend van portretten van mensen die in een soort overgangsfase zitten. Die adolescent zijn of die een belangrijk levenswijzigend moment hebben meegemaakt, zoals dood, geboorte, een stierengevecht. En daar maakt zij hele intieme en toch redelijk onderkoelde portretten van. Het grappige is dat haar foto's eigenlijk al decennia lang, en vooral in Amerika, heel vaak worden vergeleken met schilderkunst. En op het eerste gezicht is dat gek, want ze maakt foto's heel hedendaags, van heel hedendaagse mensen. Maar ik denk dat je hier heel goed kunt zien dat die vergelijking zo gek nog niet is. Er zijn heel veel elementen, zowel inhoudelijk als in vorm, die sterk overeenkomen. Bijvoorbeeld bij Beth, die daar hangt, die is gemaakt op een avond dat ze uitgaat. Ze is dus in de stemming om uit te gaan. Daarom heeft ze extra veel kettingen om, ze heeft een beetje make-up op, ze heeft er zin in als het ware. Kijk je dan naar die Vermeerenveld daarnaast, dan zie je ineens ook dat ze er heel mooi, heel uitgedost uitziet. Het zou heel goed kunnen dat het enige portret was dat ooit van deze vrouw in haar leven is gemaakt. Maar tegelijkertijd heeft het iets feestelijks. Of ze eigenlijk even boven het moment wil uitstijgen. Dat meisje ook wil. En op al dat soort niveaus tegelijk zouden die combinaties moeten kunnen functioneren. Het aardige is aan deze tentoonstelling, zowel in de foto's als in de schilderijen, is dat je ziet dat ze uit heel veel elementen zijn opgebouwd, die portretten. Of het nou stof is, licht, de blik in de ogen van die mensen. Nou, precies die verzameling, die combinatie, die zie je hier op heel veel manieren bij elkaar. En dat maakt deze tentoonstelling volgens mij zo rijk.